Dag lieve mensen, welkom bij Agora, aflevering, nou pak een beet, zullen we zeggen 30. Voordat ik u weer meeneem naar Athene, de derde keer dat de Agora-uitzending besteed wordt aan het verslag van de reis die we met een aantal mensen gebracht hebben. Voordat ik daar wat meer over ga vertellen, wil ik beginnen met een mooi gedicht. En dat is eigenlijk voor Amber, dat moet ik dan toch maar even zeggen. En hij heet Zwerversliefde van Roland Holst. Laten wij zacht zijn voor elkander, kind. Want o, de mateloze verlatenheden die over onze moe gezworven leden onder de sterren waaien in de oude wind. O, laten wij maar zacht zijn en maar niet het trotse hoge woord van liefde spreken. Want hoeveel harten moesten daarom breken onder de wind in hulpeloos verdriet. Wij zijn maar als de blaren in de wind, ritselend langs de zoom van oude wouden, en alles is onzeker. En hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet, kind? En laten wij, omdat wij eenzaam zijn, nu onze hoofden bij elkander neigen, en wijl wij samen in het oude waaien zwijgen, binnen één laatste droom gemeenzaam zijn. Veel liefde ging verloren in de wind, en wat de wind wil, zullen wij nooit weten. En daarom, voor we elkander weer vergeten, laten wij zacht zijn voor elkander, kind. Oké. Goed. De vorige keer. De vorige twee uitzendingen zijn besteed aan... De eerste was een sfeerimpressie van de reis die we met 15 mensen... vanwege het 10-jarig bestaan van Agora gemaakt hebben naar de Agora in Athene. De vorige keer zijn we wat meer inhoudelijk gegaan. Hebben een aantal interviews gezien en een felle discussie over wat de directe democratie van toen in Athene, 2500 jaar geleden, de tijd van Pericles, kan betekenen voor de democratie die we op dit moment willen vervolmaken. De representatieve democratie wat meer ombuigen naar de directe democratie. Overigens zal mijn gast van volgende week daar ook interessante dingen over zeggen. We gaan vandaag een aantal interviews doen. Het einde van de reis, einde van de week Athene, hebben we een aantal interviews gedaan met mensen. Het eerste interview wat u zult zien is met Roos Vermeij. Roos Vermeij heeft jarenlang gewerkt voor de Partij van de Arbeid. Nou, niet de meest direct democratische partij die je kunt voorstellen, maar Roos vormt een uitzondering. En sinds enige maanden is Roos de politiek adviseur van minister Tienleke Netelenbos. En voor ons was dat een belangrijke reden om haar mee te nemen, want die kan zeker nog wat gebruiken aan democratische input, zullen we maar zeggen. Met Roos praat ik over een aantal, of de dingen die haar zijn bijgebleven van die week en wat zij er bijzonder aan vond en wellicht ook minder bijzonder. Ik kom zo weer bij je terug. Voor mij, een van de deelnemers aan onze belangrijke reis naar de bronnen van de democratie. Jij bent volop actief in die politiek. Wat heb jij opgestoken deze week? Nou, belangrijkste les. Nou, je leert in de eerste plaats, als je met zo'n groep reist, leer je van andere mensen in die groep. Dus... Ja, opgestoken is zo'n zwaar woord. Maar ik vind het gewoon leuk om dat je nieuwe vrienden of kennissen of wat dan ook mensen hebt ontmoet. Die op een andere manier of deels op eenzelfde manier een fascinatie hebben voor politiek. En daar iets mee willen. Ook een fascinatie hebben over denken over politiek. En om in ieder geval een aantal zaken te vernieuwen. En dat zijn er gewoon niet zoveel. Noem eens wat, maar ik maak het één slag concreter. Wat dat vernieuwen betreft, bedoel je? Of, politieke ideeën? Nou, aan de hand van een aantal gesprekken hebben we toch heel sterk gesproken over directe democratie, maar ook over democratie in het algemeen, over belangrijke noties, gelijkheid, gelijkwaardigheid, representatie. En dat zet je op een andere manier aan het denken over hoe je een democratie kunt inrichten dan bijvoorbeeld een discussie waar ik dan vanuit mijn werk heel erg in zit en die ik nogal hopeloos vind. Bijvoorbeeld dat debat rond dat rapport van Elsinga. Mm-hmm. Waarvan je denkt, ja, dan word ik in een bepaald schabloon gedwongen of in een bepaalde retoriek of in een bepaald denkrichting die zo weinig vruchtbaar is omdat je inderdaad ook weet dat er geen werkelijke vernieuwing in zit of aan zit te komen. Dus het is ook weinig creatief op de een of andere manier. Het is weinig creatief. En doordat we in een groep zaten waar mensen uit verschillende disciplines waren, mensen uit verschillende werelden, dus de
acteurs of het theater, maar ook de wetenschap. En ook mensen die, die in de informatica bezig zijn. En die helemaal niets hebben met dat schabloon waar ik dan, dan vaak in zit. Kom je tot nieuwe gedachten. Dus je gaat rijker terug dan je gekomen bent. Kun je een van die nieuwe gedachten met ons delen? Wat neem je nou echt mee? Wat ook als concreet aanknopingspunt om die democratie te vernieuwen? Dat zijn eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats is dat de notie van representatie. We hebben hier op de Agora, hierachter, een mooi debat gevoerd onder jouw leiding over directe democratie. En dat ook directe democratie, want dat is een beetje het lastige, een vorm nodig heeft. Dus een vorm nodig heeft om te werken. Dus je kunt niet te pas en te onpas iedereen iets vragen. Je zult een vraag moeten stellen en je zult met die antwoorden iets moeten doen. En tegelijkertijd moet je ook op een manier een vraag stellen dat het productief is om vervolgens tot actie over te gaan. Om vervolgens die samenleving beter te maken. Nou, met al dat verhaal, dat ken je. En dat vind ik interessant, want zowel de vraag stellen als daar iets mee doen. En de organisatie van de antwoorden, om het zo maar te zeggen, of van de participatie dan. Daar heb ik eigenlijk nog nooit goed over nagedacht. En dat doe ik nu wel. Ik heb er geen antwoord op, maar ik heb er wel beelden bij. Het tweede is Roel van Duin, die toch ongekende kwaliteit heeft om zich vast te bijten in een onderwerp. En daar ook heel trouw aan te blijven om vervolgens tot een eind te brengen. Ook geïnspireerd door deze plek, de Agora, de Tholos. Om met het idee van een ronde kamer te gaan werken. Dus een groep, wellicht door loting, en wellicht te beginnen op lokaal niveau, met een vetorecht op besluitvorming. Ook dat idee is nog niet in alle finesses klaar, maar het is een mooi idee. En het is een idee waar ik ook wel over aan het nadenken ben, om hem daarbij ook te helpen om dat te vervolmaken. Wie zul je nou het meeste missen van ons allemaal? Nu, want jij gaat een dag eerder weg. Wie ga je nou morgen heel erg missen? Morgen zit je op het PvdA-congres. Grote contrast is misschien niet mogelijk. Wie ga je het meeste missen? Morgen ga ik Hanna het meeste missen. Want ik ga naar huis en zie haar een uur en moet dan weer de hele dag werken. Okay. En dan van ons? Nee, dat is niet echt... Gevoelsmatig, even in je buik. En je denkt, ach... Nou... Dat vind ik heel ingewikkeld om dat te zeggen. Want ik ga een hele hoop mensen, of niet iedereen, maar wel een aantal mensen uit deze groep, ga ik op mijn eigen manier missen. Ik ga jou missen, omdat jij toch voor mij Agora bent. En dus ook in zekere zin een verbeelding van deze reis. Hoewel anderen dat weer anders zien. Ik ga Lieke missen, want die heb ik leren kennen. En dat vind ik heel erg leuk. En we houden van dezelfde bandjes. En ik ga Herman missen, omdat dat een hele mooie gesprekspartner is. Ik ga Cox missen, omdat observaties die geen oordelen zijn. En ik ga Erik missen om zijn vragen die ik meestal niet begrijp. En zo zijn er nog wel, kan je dat wel... Een mooie staalkaart. Een mooie staalkaart. Van gemis. Ja. Dankjewel en een goede reis terug. Dankjewel. Ik dacht om u toch even te laten zien wat Roos voor mij bedoelt met Erik. De man die de moeilijke vragen kunt stellen, die zij niet begrijpt. Om even een stukje wat typerend is voor Erik Bout. Erik Bout is een zeer gewaardeerde medewerker van Agora. Hij is ook de man die in die week elke keer allegorische verhalen vertelde. Hij schrijft prachtige verhalen. Hij doet dat voor Radio 100. En, maar de volgende gesprek wat ik met hem heb is typerend voor mijn verhouding met Erik Bout. En daarna gaan we meteen door naar een wat langer gesprek met Herman van Gunsteren, hoogleraar politieke filosofie in Leiden, of politicologie. En Herman van Gunsteren is een hele bijzondere man. Hij is in een soort tweegesprek met Roel van Duin, het raadslid wat u waarschijnlijk allemaal wel kent uit Amsterdam. Herman van Gunsteren is een bijzonder mens. Ik was ook erg blij dat hij erbij was, want hij is iemand die heel mooi, abstract formuleert. Vaak ook de dingen net even in een ander perspectief weten zetten. Dus op het moment dat we het hebben over de democratie,
Dan kan die soms met hele aardige voorbeelden komen waarom overdemocratisering een gevaar kan zijn voor de democratie. Maar te weinig democratie weer net zo goed een gevaar kan zijn in systemen die zichzelf democratisch vinden. Nou, het geluid is goed deze keer. Ik heb wat opmerkingen gekregen over de vorige keer, maar het geluid van dit gesprek is goed. Maar ik zou bijna zeggen, ga op het puntje van uw stoel zitten en luister en huiver. Ja, Nisco. Een van de deelnemers aan deze mooie Agora-reis. Dat is inderdaad zo. Is dat je eigen observatie dat het een mooie reis was? Ja. Of probeer je mij nu al bij voorbaat te beïnvloeden? Dat sowieso, maar geef eens even jouw observatie van deze week. Moet ik naar jou in je ogen kijken of moet ik in het oog van de camera kijken? Dat weet ik echt. Dat hangt er vanaf of je wiegeltje wilt spelen of dat je gewoon een beetje jezelf wilt zijn. Hoezo, wiegeltje wil spelen? Die kijk altijd in de camera. Ja? Nou, dan blijf ik jou maar aankijken. We wiebelen wel een beetje met de bus. We zitten nu in de bus naar het vliegveld. Het is bijna afgelopen. Ik ga iets meer stabiliteit zoeken, als je het niet erg vindt. Met de camera. Goed, het mag niet te lang, want ik moet nog 3 mensen interviewen. Dat is het laatste bandje. We hebben nog ongeveer 20 minuten erop. Ik ben helaas lang van stof. Ja, dus ik probeer je gewoon af en toe heel erg kort te houden. Nou ja, jij hebt de regie in handen, zal ik even. Vertel eens even wat is jouw voornaamste indruk van deze week, Griekenland? Wacht even hoor, ik moet echt wat. Is niet drie man zo. Zo dan. Mijn voornaamste indruk van een week Griekenland. Qua studiereis vond ik het een geslaagde reis, althans voor mezelf. Ik heb er veel van opgestoken. Ik ben tot een aantal nieuwe inzichten gekomen. En om die reden alleen al vind ik het een hele succesvolle reis. En heb ik het heel goed gevonden allemaal. Maar je vraag zou je ook kunnen uitleggen als hoe vond je deze week Griekenland? Griekenland, daar vind ik niet veel van. Het is, volgens mij, het moderne Griekenland is zeker geen inspiratiebron, denk ik, voor waar de Stichting Agora voor staat. Het klassieke Griekenland daarentegen wel. En daar hebben we toch ook veel van gezien. Wat vond je dan het mooiste? Wat je gezien hebt, het meest inspirerende? De mensen van onze groepsreis. Net zoals veel mensen dat zich in Europa afvragen op het ogenblik. En wat een enorme invloed heeft, hebben we hier ook gemerkt in Griekenland. Ja, wij vinden natuurlijk ondemocratisch Europa, maar het werkt wel als een baken ten opzichte van andere landen bijvoorbeeld. En het enige wat ze dan over Europa weten uit te brengen is dat het een strange animal is. Dat zeggen al die houten met dood elkaar na. Maar in welke stemming hebben zij zich dat afgevraagd? Waren ze daarbij in een vrolijke stemming of een sombere stemming? als ze zo'n 7 dagen feest hadden, dan gingen ze in elk geval, ik denk dat er wel veel vrolijkheid geweest is. Maar wat de grondstemming is geweest, daar is moeilijk achter te komen. Kijk, je voelt wel de bitterheid daarover bij Plato en anderen. Maar goed, die hadden de tirannen achter de rug en Socrates omgebracht en zo en de oorlog verloren. Maar wat de werkelijke grondstemming is, weet ik niet. Ik vind ze heel nieuwsgierig, ook over zichzelf. In het schrijven. Maar ik denk dat het er wel vrolijk is toegegaan. Maar dat weet ik helemaal niet. Kijk, als je in Wenen bent, daar zit een onderstroom, dat kan je voelen. Dat is een stad van dubbele bodems. Nou, of dat hier zo was, weet ik niet. En soms voel je een depressieve onderstroom, maar dat merk ik niet in de geschriften. En dat is eigenlijk het enige wat we hebben. En ik denk ook niet, dit is zo'n scheppende periode geweest. Die zichzelf beschrijft, die kunstwerken maakt, ondernemingen. Dat geeft een activiteit. Dus iets nieuws beginnen en de hilariteit daarvan. En dat het zich ook doorzet. Dus ik denk niet dat ze heel ongelukkig zijn geweest. Althans, de burgers die actief deelnamen. Creatief, hè? Ja. Wat ze tegenwoordig flow noemen, weet je wel. Maar gewoon iets nieuws beginnen. En dat met elkaar maken. Was de beste Griekse schrijver over de democratie? Huh.
Ja, dat is mijn persoonlijke oordeel. Ja, dat is juist wat ik wil weten. Dat interesseert me niks. Nee, ik zelf leer het meeste van Plato. Maar die was niet zo... Die was tegen. Ja, maar hij maakt geen stroommannen. Ook waar hij niet mee eens is, zet hij neer in al zijn aantrekkelijkheid. Ook elders is hem. Maar hij is een antidemocraat en ook antipolitiek uiteindelijk. Maar dat betekent niet... Juist van een tegen van een democratie kun je de democratie leren dus. Ja, nou en Thucydides natuurlijk, dat geeft ook, maar dat is... Maar dat is mijn persoonlijke antwoord. Dus van een tegenstander van de democratie kun je leren hoe goed de democratie functioneerde? Ja, ik, als ik iemand lees, dan volg ik hem niet in alle opzichten. Nee. Ik vroeg van wie kan je iets leren? Dat lijkt me ook een democratische kwaliteit. Om van je tegenstanders... Mensen die alsmaar hoera roepen, dat weet ik wel. Dat is net als je s'avonds gaat eten en we lopen langs de Piraeus en bij elk restaurant zegt de kok, het is een leuk restaurant, daar kan je niet kiezen. Ik zei niet te veel van mooi, op Schiphol staat nog een bataljon journalisten hier op te wachten. Ja, vast wel. Oké. Okay. Ik heb wel even nog één vraag, Herman. Een van de meest opvallende dingen die ik ontmoet heb was, geleerd heb, was wat die meneer de ombudsman op een gegeven moment zei. En jij had het ook al eerder in die week gezegd over de instabiliteit van het direct democratische systeem. Kun je heel kort zeggen wat je daarmee bedoelde? Nou, dat geldt ook voor de representatieve democratie. De zelfbeschrijving van de democratie is niet stabiel. Die is mede voorwerp van politieke besluitvorming en betwisting. Dat is één ding. En ten tweede heeft de ervaring hier geleerd dat een democratie zichzelf kan opblazen. Dat vind je heel mooi geanalyseerd, bijvoorbeeld bij Plato. Waarom het risico van tirannie groot is. En dat kennen we ook uit de jaren 70 in Nederland. Ruzies in medisch kleuterdagverblijven. Mensen die overigens aardig waren en elkaar gaan afmaken wanneer ze gaan vergaderen. Dat is een soort overdemocratisering, zou je dat kunnen noemen. Nou, je moet er heel nuchter over zijn. Ik ben een voorstander van democratie, maar ik vind het een moeilijk systeem. En je moet dus heel nuchter zijn over de gevaren. En dan moet je paaltjes doen zonder die democratie op te blazen. Nou, sommigen denken dat ze die paaltjes kunnen slaan door tegen referendum te zijn. En nog wat dingen, daar hoor ik niet toe. We hadden ook die discussie op het dak. Van welke onderwerpen? Nou, ik vind alle onderwerpen. Maar bij sommigen moet je extra dingen inbouwen. Maar ze niet uitsluiten van democratische besluitvorming. Dus dat het een gevaarlijk instabiel systeem is. Dat is al heel lang. Dat vind je bij Tocqueville en een heleboel anderen. Is dat ook wat je bedoelt als je het hebt over het doseren van de democratie? Dat je, het was een vraag die je in het begin van de week stelde. Van doseren jullie de democratie wel een beetje met al jullie projecten? Nou nee, doseren bedoelde ik. Dus dat je er niet allemaal als één kwak erop gooit. Dan raken mensen in de war. Dus je moet, dat doet een goede voorzitter ook. Of een goede structuur van besluitvorming. Nou, die moet je ook kunnen wijzigen. Maar die moet je niet direct aan elke besluitvorming onderwerpen. Dan ga je zwalken. Dus ik denk wel dat je het moet doseren, ja, want het is gevaarlijk spul. Maar dat was wat ik zei van het gif. De poison is in de doos. Dus als je aan toxicologen vraagt wat is voor gif, dan zeggen ze dat hangt van de hoeveelheid af. Nou, er is niemand die dat kan doen, maar dat was hier de gedachte dat er een echte wetgever is die een vorm maakt of een constitutie waarbinnen je een tijd lang veilig kunt bewegen en ook kunt veranderen. Dat zou mooi zijn. Nou, wij zitten in een tijd waarin die constituties zelf aan verandering onderhevig zijn. Dat is dus, denk ik, een revolutionaire periode. En dat is dus een extra gevaarlijke periode. Maar het is geen... Als ik zeg gevaarlijk, dat betekent niet wegblijven. Doen, maar je moet dus weten hoe het mis kan gaan. En ook aanwezig bij ons gesprek over de raad van 5000? Nee. Dat is jammer. Ja, dat vond ik ook heel jammer. Ik had toen nog een kater. Ik zat trillend. Mag ik je er even mee confronteren? Ja. Ons laatste voorstel is dat we een lichaam van 5000 burgers in Amsterdam door loting recruteren. En dat het recht geven om als er... om verzocht wordt door een handtekeningenprocedure er een beslissing over te nemen, nog voordat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken, met dien verstande dat het daarna alleen nog maar mogelijk is door de gemeenteraad om met een gekwalificeerde meerderheid zo'n voorstel te aanvaarden. En wat ik daarvan vind? U
Uw eerste reactie, professor Van Gunsteren? Nee, ik ben niet tegen. En als ik ingeloopt was, zou ik het ook doen. Wat ik wel heel goed vond hier, is dat die rechtszaak in één dag voorbij moest zijn. Ja, precies. Dat is een van de dingen. Je moet de duur van die dingen beperken, zodat de mensen het in die tijd moeten doen. Ja. Anders kan je limietloos uitdijen. Ja. Dat is ook een belangrijke rol. Anders gaat het alleen maar voor de beroeps, die eeuwig de tijd hebben. Ik vraag ze, als ik bij dingen mee wil, dan zeg ik, hoeveel tijd kost het? En dat weten de mensen niet. En dan is het moeilijk om mee te doen, omdat je het dan niet af kunt maken. Ja, maar ik vind ook dat je die mensen moet verleiden om mee te doen en dat je het aantrekkelijk moet maken voor ze. Dus de informatie. Vinding is soms wel wat meer tijd nodig dan een dag natuurlijk. Ja, nee, dat heb je in mijn vak ook, ja. Ja. Maar je moet wel een limiet stellen, denk ik. Ja. Anders, maar ik vind niet dat je de mensen moet verleiden. Je moet het ze aangenaam maken. Nee, ja, niet nodig. Nee, ook niet. Als jij zegt het mag niet langer duren dan één dag, dan is het toch ook een kwestie van aangenamer maken voor de mensen? Nee, dat bedoelde ik niet. Je moet gewoon laten zien wat het is. En als het serieus is, moet je het in zijn serieusheid laten zien en elkaar niet noodloos dwars zitten. Maar ik vind niet dat je ze moet verleiden dat mensen iets gaan doen wat ze eigenlijk niet willen doen. Dat wil ik niet. Nee, ik vind dat je het echt moet laten zien. Het wordt gezellig. Oké, ik krijg al... Doe nou alsjeblieft mee. Kijk, ik vind wel heel zorgelijk dat mensen weinig meedoen. En dat is een soort verwendheid, dat ze denken dat ze wel zonder politiek en zonder democratie kunnen. Nou, tegen de tijd dat het anders is, dat ze het nodig hebben, dan is die participatiemachinerie niet op orde. Maar ik vind niet dat je ze moet verleiden om mee te doen. Nou ja, ik vind de verleiding niet een zo'n negatieve term zoals jij het ziet. Ik vind dat je mensen relatief gemakkelijk moet maken om mee te kunnen doen met politieke beslissingen. En als er lange vergaderingen, vind ik een voorbeeld van iets wat het vaak mensen enorm afstoot om mee te doen. En de saaiheid en het gemierenneuk en de tot op de komma, et cetera. En dan denk ik van nou, als je het helder en overzichtelijk en inzichtelijk, dan daarmee wordt het aantrekkelijker voor mensen, denk ik, om mee te doen. Ja. Je krijgt andere mensen. Ja. Er zijn er die afhaken wanneer het onbeperkt is, maar... Maar je moet ook niet doen alsof het allemaal heel erg gemakkelijk is en we weer echt niet voor hoeft in te spannen en zo, want zo is het ook weer niet. Democratie is natuurlijk wel een zaak van concentratie en verdieping. Ja, vind ik ook. Ben ik 100% eens. Oké, dat was een klein college in politieke filosofie over democratisering en de verleiding al dan niet. Ik ben zelf een groot voorstander van verleiding, maar daar ben ik met helemaal Van Gunsteren nog lang niet uit. Maar dat soort discussies die gaan we ook nog wel hebben in de toekomst. Derde blok wat ik u wil laten zien zijn eigenlijk drie interviews, maar natuurlijk bemoeit helemaal Van Gunsteren zich op een gegeven moment er ook nog weer mee. Maar het begint met Annemarie Wijn, ook een medewerkster van Agora en een van de oprichters van Agora 10 jaar geleden. Het was eigenlijk ook haar reis. Zij heeft 10 jaar geleden een scriptie geschreven. Of 8 jaar geleden. En daarin hebben we... Dat gaat over de cultuur en de democratie in de Atheense tijd van 2500 jaar geleden. En die verbindingen die er tussen cultuur en democratie zijn. En dat is exact de kern van wat Agora, wat de Stichting Agora doet. En Annemarie heb ik natuurlijk gevraagd van wat ze het mooiste vond als cultureel geïnteresseerde vrouw. Vervolgens zien we een interview met Cox Habbema. Ik hoef natuurlijk niet alles voor te kouwen, dan moet hij maar gewoon naar luisteren. Het was ook heel bijzonder dat Cox mee was. Cox Habbema, oud-directeur hier van de Stad Schouwburg, voor mensen die haar nog niet kennen. Jarenlang ook actrice geweest. En wat bijzonder maakte was dat ze lang in Oost-Duitsland heeft gewoond. En vanuit dat perspectief... ook heel erg naar die moderne Griekse democratie van dus nu. We hebben namelijk ook een paar gesprekken gevoerd met mensen die nu heel erg actief zijn in die directe of in die Griekse democratie. En dat zij vanuit daar toch nog wel enige bezorgdheid had over wat we er tegenkwamen. En als laatste heb ik een interview met Steven Lenos. Steven Lenos heeft een paar jaar gewerkt voor Agora. Werkt nu bij het Instituut voor Publiek en Politiek. En is echt het digitale wonderkind... In de context van democratisering. Doet allerhande zaken. Heeft de chat gedaan voor minister Roger van Boksel bij Binnenlandse Zaken. En is een hele enthousiaste jongen. En u zult ook wel merken aan het gesprek dat hij allemaal leuke suggesties nog heeft. En daar is waar helemaal Van Gunsteren af en toe doorheen fietst. Die helemaal niks heeft met digitalisering. Die er volgens mij ook echt helemaal niks van snapt. Hij is iemand die wel de potentie ziet van die verandering, maar dan weer meer op het algemeen maatschappelijke niveau. Of in het wederom weer wat abstracter.
Oké, geniet zou ik zeggen. Het is een blok van 15 minuten. En als u vragen hebt, dan kunt u natuurlijk altijd mailen naar agora@kleurnet.nl. Ik kom straks nog even bij u terug. Annemarie Wijn. Wat vond jij nou het mooiste? Het mooiste? Je bent toch altijd van de cultuur, dus durf ik je gewoon te vragen wat je het mooiste vond. Vind ik het mooiste? Ja, ik vind toch het Parthenon vanaf het dakterras. Vind ik toch wel heel erg mooi. En ik vond de Agora ook mooi. Mooi om te zitten en een beetje hoger te gaan zitten en er dan over uit te kijken. Voel je dan ook een siddering door je lijf dat je denkt van, wij bestaan 10 jaar als stichting, maar hier is het 2500 jaar. We zijn rechtstreeks verbonden met 2500 jaar geleden en de geschiedenis die daar plaatsvond? Nee, niet zo op één moment gefocust, maar wel. Ja, ik denk dat het in een aantal stadia bij mij is gekomen. Maar wel ook als Kemp daarover vertelt, dat je in de grond gaat graven en dat je zeker weet dat je van alles vindt. En dat ja, als archeoloog toch gewoon de bewijzen vindt van wat daar is gebeurd. En die puzzel, dat vond ik heel spannend toen hij dat vertelde. Ik heb hem ook gevraagd of hij nog steeds opgewonden werd als hij aan het graven was over wat hij zou vinden. Ik bedoel ook de puzzel van Socrates, dat hij daar waarschijnlijk op dat paleis waar hij dan nu aan het opgraven is, daar de veroordeling gehoord heeft. En dat hij dat allemaal uit de historische teksten bij elkaar verzamelt. Ja, maar het is ook heel over, ik had het ook wel over hoge en lage cultuur. Nou, je kan het eigenlijk niet meer hebben. Kemp, die steeds onderbroken wordt omdat de metro voorbij komt. 2 meter verder, waar we de eerste avond hebben gegeten. En waar ik vandaag dan weer 2 uur op een terras heb gezeten. En dan denk ik niet de hele tijd, oh, ik zit hier vlakbij heilige grond zo ongeveer. Maar wel, het is heel mooi dat je zo dicht bij die plek kan zijn. En daar, ja, dan hoef ik ook niet van alles te doen. Maar gewoon een beetje rustig rondkijken en het allemaal een beetje laten bezinken. Koks Habbema, nou gaan we Koks even te grazen nemen. Koks Habbema, je bent een week lang mee geweest met een buitengewoon interessant gezelschap. Het was zwaar werk. Jij hebt heel erg gefocust en dat is natuurlijk ook logisch vanuit je eigen achtergrond en de enorme kennis die je erover hebt over theater en politiek en dergelijke. Maar even los daarvan, of dat mee in beschouwing nemend, wat vond je zelf het mooiste van deze week of het meest indrukwekkende van deze week? Wat ik indrukwekkend vond waren het aantal individuen dat jullie bij elkaar hebben gebracht. Werkelijk totale zelfstandige eenheden, zal ik maar zeggen. En daar heb je toch in een week een groep van gemaakt. En daar heb ik naar zitten kijken. Verder is voor mijzelf zijn de groepgesprekken moeilijker dan de individuele gesprekken. Maar individueel heb ik dus heel veel met mensen gepraat. En daardoor leer je mensen dan toch, omdat je daar veel tijd voor hebt in zo'n periode, leer je veel van de mensen weten. En ik merkte dat heel veel van die mensen, omdat ze zo zijn als ze zijn, in hun eigen wereld leven. En toch bereid waren naar aanleiding van die gesprekken met de groep hun mening bij te stellen. En toen dacht ik, nou ja, ik vind dus zelf de directe democratie in Nederland van een zeer hoog niveau. Weliswaar zijn wij als Nederlanders nooit tevreden. Maar als je van het buitenland naar Nederland kijkt, dan is het helemaal zo slecht niet. Maar je merkte dat dit soort één-op-één gesprekken of het zitten in zo'n atmosfeer en het luisteren naar anderen, dat behoorlijk snel leidt in eerste instantie tot bijstellen van je eigen mening. En daar heb ik in de vergaderingen niet zoveel van gemerkt. In vergaderingen? De groepsgesprekken. Ja, dan had je meer het gevoel dat mensen zich een beetje vastbeten in hun eigen stokpaardjes wellicht. Daardoor dus vaak heel offerloos, omdat er geen conclusies zeg maar voorbereid waren of dat het gesprek niet echt in een lijn liep waar langs je een conclusie kon bereiken. Dus ik vond het vaak erg in de lege ruimte eindigen. Nu is er toch zo in de loop van de week uiteindelijk een voorstel geformuleerd om Amsterdam te verblijden met een soort, we noemen het maar even de Raad van 5000. Ik weet niet of je daar al iets van gehoord hebt. Het idee is om voordat de gemeenteraad een besluit neemt over een groots en meeslepend onderwerp in Amsterdam, 5000 mensen at random, door het lot laat aanwijzen, dus at random kiest, die hun oren moeten uitspreken als een soort
ultiem advies aan de gemeenteraad van welke beslissing genomen zou moeten worden. Jouw eerste reactie? Daar ook naar. Nou, ze mogen met een gekwalificeerde meerderheid ervan afwijken, maar alleen in zeer, in zeer aparte gevallen. Nou ja, ik vind dat soort pogingen best. Het is natuurlijk best aardig om de burgers te laten meedenken over hun eigen stad. Als er naar geluisterd wordt, want dat doen we dan ook wel. Alleen nu is het in de praktijk zo dat de burger zich ontzettend belazerd voelt. Als je dat eruit krijgt, dan is het natuurlijk maar mooi meegenomen. Ben je eigenlijk zelf ooit benaderd voor de politiek? Ja. En je hebt daar altijd nee op gezegd? Ja. Wat is het waarom je daar nee op hebt gezegd? Ik wil op mijn eigen wijze leven. Ik wil niet voor een achterban ergens zitten. Dat kan ik wel, maar dat kost me moeite. En ik ben dan blij om daarna naar huis te gaan en weer mijn eigen mening te mogen hebben. Je weet zelf, ik heb behoorlijke mening over dingen en knal dat ook vriendelijk om me heen. Zonder oordeel, zoals je weet. Dat is niks voor mij. Ik wil op mezelf werken. En ik heb natuurlijk ook wel erg lang in politieke systemen en onder politieke vrienden geleefd die zo'n ander systeem hadden en zo op een andere wijze aan het vechten waren dan wij gewend zijn, dat het me ook een beetje te saai is. In mijn omgeving werd er gevochten tot op het bloed en tot de gevangenis aan toe. Met alle grappen van Roel, merk je dat bij Roel over zijn opsluiting en zo, merk je bij Roel ook wel dat je die spanning dan toch kennelijk opzoekt. En stel je nou toch voor, ik zit netjes ergens namens de gemeentepolitiek en ik ga die spanning produceren. Nou, binnen een moment van tijd heb je natuurlijk een vreselijke bijeenkomst. Maar wethouder cultuur Amsterdam? Nee, voor geen goud. En nog steeds niet? Nee. Ik heb weggeen gezegd, aan de cultuurpolitiek van Nederland is niets meer te verbeteren. Ik ben blij dat ik er weg ben. Helder. Als je nu kijkt naar het moderne Griekenland. We hebben ook wat bezoeken gebracht aan mensen die zeg maar, nu actief zijn in die Griekse democratie. Stemt je dat hoopvol? Of wat denk je ervan? Je hebt ook inderdaad geleefd in Oost-Duitsland. Onder het DDR, in de DDR-tijd. Griekenland, een ontwakende democratie zou je het kunnen noemen. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik weet dat niet met die ontwakende democratie. Dat moet je dan maar hopen. Tot nader orde is het vooral een ontwakende economie. Ze zijn maar wat de democratie betreft in het allereerste begin. En ik heb heel veel vrienden die hier onder de kolonels ontzettend geleden hebben. De cultuur heeft daar natuurlijk überhaupt heel veel geleden. En ik vind het toch een beetje, als ik nu in de DDR kijk hoe ze daar met een grote witkwast door de Joodse wijk trekken. Zo van, dit is altijd allemaal zo mooi wit geweest. En je weet wat er daaraan vooraf gegaan is, generaties lang. Dan heb ik dat gevoel bij Griekenland ook een beetje. Dat er generaties lang met een vriendelijke glimlach geprobeerd wordt tot een soort eenheid te komen. Als ze dat lukt binnen het kader van Europa, zonder dat ze de boze krachten wekken in de minderheden die ze nog hebben, dan ben ik daar natuurlijk heel tevreden mee. Maar ze komen maar net kijken. En je ziet aan sommige uitingen van leiders in dit land dat het nog hard toe kan gaan. Je ziet mensen als een blad aan een boom veranderen wanneer de afspraak van we zijn nu allemaal zo leuk vriendelijk met elkaar verandert in wij willen het graag op een andere manier. Je hebt ook iets heel aparts gedaan, vond ik. Heel alert. En dat tekent volgens mij jouw persoonlijkheid ook. Toen wij de bus verlieten, lag er nog een briefje met het adres van de Macedoniërs, geloof ik, waarmee gesproken was. Je bent toen weer de bus ingegaan en hebt het briefje meegenomen. Macedoniërs zijn een redelijk onderdrukte minderheid hier in Griekenland. En je dacht van, daar moet niemand problemen mee kunnen krijgen. Ja, ik ben dus gewend, en zij ook, dat je daar problemen mee kunt krijgen. Ik heb ook een aantal dingen die ik in de loop van deze week van anderen gekregen heb. Want ik heb nog wel eens hier en daar iemand gezien. Ik zorg dat die dingen verdwijnen. Dat niet iemand anders eronder hoeft te lijden. In het Oostblok was dat natuurlijk allemaal heel gevoelig. En zorgde je dat er geen papier achterbleef. Maar ga je ermee vanuit dat wij zeg maar, dat het best zou kunnen dat wij nog ergens in de gaten zijn gehouden? Want we hebben ook een gesprek gehad met de lokale burgemeester van Athene. Ik was bang dat jouw contact of Roels contacten met de Macedoniërs het voor de volgende keer voor Agora moeilijk zou maken om hier binnen te komen. En ik kan bij benadering niet inschatten of dat nog correct is. Zo was het vroeger natuurlijk wel. Oké. Dankjewel. De kanje naast me. Dit is een van mijn... ik ben fan van Steven Lenos, dames en heren. Steven Lenos was ook mee. Ja, dus dat is wederzijds. Hier wordt grote liefde springt hier over. Steven was ook een van de medereizigers. En Steven is de, zoals ik je wel vaker introduceer, de angry young man op digitaal gebied. In de context van de democratie. En quiet young winners. Dat is ook wel een hele mooie. Ja, quiet young winners. Een
raar gekenschetst van deze wijze man. Nee, wat je zag afgelopen week is dat er een... Het was in mijn beeld. Er zijn allerlei indrukken natuurlijk over wat afgelopen week gezegd en gedaan is. Daar, eerste vraag. Vond je het leuk? Vond je het een leuke week? Ja, ik vond het een hele leuke week. Leuk, inspirerend en prettig en goed gezelschap. Maar het inspirerend, daar was ik al eigenlijk op aan het antwoorden. Of het mij nou heeft geïnspireerd in mijn dagelijks denken over democratie en veranderingen in de maatschappij tussen individuen en staat en gemeenschappen, al dan niet virtueel. Daar ben ik niet heel veel mee opgeschoten deze week. En ik heb eigenlijk als mijn bijdrage gezien dat ik daar iets van heb geprobeerd te laten zien aan de groep. In de veronderstelling dat daar een paar tendensen in zitten, een paar ontwikkelingen zitten, een paar mogelijkheden in zitten die voor directe democratie een rol kunnen spelen. Welke zijn dat dan? Nou, en in die zin, om het punt nog even af te maken, de beroemde heer van Herman van Gunst eraf te gaan, was ik daarin, heb ik het gevoel dat ik een quiet winner ben. Mensen verzet zich tegen directe democratie. Als het woord digitaal erbij komt, dan wordt de allergie ongeveer twee keer zo groot. Ik heb veel verstand van allergie, maar dat even terzijde. En ik ben van overtuigd dat dit gewoon een ontwikkeling is, of het aantal tendensen in gang zijn gezet, die uiteindelijk vormen van directe democratie of meer directe vormen van democratie teweeg zullen brengen. Daar hoef ik eigenlijk niet eens voor te preken of mensen tegen haar in te zeiken. Een beetje het gevoel dat er een stroom is die die kant uit gaat en dat er heel veel mensen tegenwind veroorzaken, maar dat ze zelf niet doorhebben dat er die stroom die van de rivier die kant uit gaat. Maar volgens mij helemaal van Gensteren, wacht even. Zoals bij de oude, de democratisering van de rechtspraak. Wat we hebben gezien met die jury, samenstellingen zo. Als je dat nou vergelijkt, hoe dat een motor was hier in het oude Griekenland, en dan ga je daar zeggen, nee, het is niet democratisering van de rechtspraak, maar het is van de informatievoorziening, beïnvloeding en zo, dan kan je in Nederland komen. Je bent het wel eens met Steven op dit punt? Ja, natuurlijk. Dat is een van de terreinen waar allerlei veranderingen zich voltrekken. En de vraag is hoe we dat koppelen en wat we daarmee doen. Maar daar heb je dat het niet hetzelfde blijft, dat is evident. En daar zitten dus enorme kansen. Op dat terrein zitten wij hetzelfde als de Grieken die in iets terechtkwamen waar ze geen idee van hadden wat het was. En die proberen dat allemaal te beschrijven. Nou, net zo hebben we met de digitalisering. Iedereen weet dat er wat gebeurt, maar niemand weet precies wat het is. En dat is dus een enorm terrein van ontdekking. En in die zin ook een spannend onderdeel van de revolutionaire tijd waarin we leven, zoals je het al even eerder zei. Maar ook iets wat totaal overdreven kan worden, heet kan lopen en tot rare mislukkingen leiden, wat je hier ook met de democratie hebt gehad. Dus wat over de kop kan gaan. Even een vraag tussendoor, Herman. Hoe lang heeft nou eigenlijk voor jou de directe democratie in Athene bestaan? Want dat verschilt nogal een beetje hoe daar tegenaan wordt gekeken. 100 jaar. En dan de periode van zeg maar 400, vanaf Kleisthenes tot aan... 400, ja, precies. Ja, oké. Helder. Even weer terug naar Steven. Steven, hebben we nog maar 4 minuten? Potverdomme. Snel praten. Steven, snel praten, daar ben je wel goed in. Digitalisering. Oké, je zegt van het gaat die kant uit, daar hoef ik niet eens moeite voor te doen. We hebben nu het voorstel geformuleerd, zo in de loop van de week. Roel van Duin was daar een belangrijke aanjager bij voor de Raad van 5000. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, want dat is gisteravond of zo tegen het einde van de middag gebeurd. Het is de bedoeling om om daar de gemeente Amsterdam mee te verblijden, 5000 mensen te activeren voordat de gemeenteraad een besluit neemt van enige importantie. En daar scenario's voor te leggen aan die 5000 mensen. Eigenlijk is het een soort draagvlakpeiling die, ja, jezus, een soort draagvlakpeiling af alle letteren. Ja. Ja, wat kan het digitale daarbij betekenen? Nou, het meest voorhand liggende wat kan gebeuren, wat onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam al doet, is dat je natuurlijk die infrastructuur die in toenemende mate bij mensen thuis staat, gebruikt om ze een plekje te geven, om mee te laten doen. Dus je hoeft geen studenten meer langs te laten gaan die mensen lastig vallen thuis. Je kunt mensen eenvoudiger vragen, een aantal vragen te beantwoorden. Je kunt ze wellicht ook via die digitale mogelijkheden die scenario's laten zien, visualiseren, rekenmodellen voorhouden bijvoorbeeld. Of ze de gelegenheid geven om in onderling beraad nog de onduidelijkheden eruit te houden. Dus die mogelijkheden zie ik wel degelijk. Maar het is de truc zal wel worden om iets meer te zijn dan een uitgebreide meningspeiling. Want dat is weinig prikkelend. Ja mensen, dit was de derde aflevering van Agora op de Agora. Dus ons bezoek aan Athene. De 15 mensen die gaan. We zijn dus bezig om een voorstel uit te werken voor in eerste instantie de gemeenteraad van Amsterdam. Maar we gaan het ook proberen te slijten, om het maar even zo te zeggen, aan meerdere gemeenten.
een idee wat mede onder aanvoering van Roel van Duin tot stand is gekomen over de Raad van 5000. Om namelijk elementen vanuit die Griekse directe democratie van 2500 jaar geleden te implementeren in, zoals het luxe heet, in de moderne democratie. En dan wel op lokaal niveau, want we geloven er heilig in dat dat niveau het dichtst bij de mensen staat. Democratie is en blijft voor en door mensen. En zoals Aristoteles het zo mooi zegt. Democratie betekent beurtelings te regeren en geregeerd te worden. En wat dat betreft kan er in Nederland nog veel verbeteren. Ik kondig in elk geval al even aan dat wij de volgende uitzending van Agora drie gasten hebben. Twee mensen uit de productie van Cosmic Theater die in de Bijlmer Romeo en Juliet opvoeren. En Lisa Hartog, een vrouw die zich inzet voor directe democratie. En met haar ga ik het natuurlijk daarover hebben. En ik ga daar een aantal lessen die wij in Griekenland hebben opgedaan voorleggen. Ik dank u hartelijk. Ik sluit af met een gedicht. En dat is van Elschot. Dit keer niet het huwelijk. Dat is, sommige vaste fans weten dat dat mijn favoriet is. Die ik ook uit mijn hoofd ken. Maar deze ken ik niet uit mijn hoofd. En het heet Moeder. Als vader slaapt gelijk een rustig beest en in zijn droom herkoud en zalig lacht, dan ligt gij wakker, starend in de nacht en roept uw zoons en dochters voor de geest. Ze zijn gevloon als gieren voor het tempeest, met stukken van het oude nest bevracht waarin gij dubbend op hun terugkeer wacht, maar op de klok het woord des tijds niet leest. Laat niet uw dagen slinken in verdriet, geen macht die tanden aan uw mond verstrekt of ooit weer zog in uw borsten wekt. Er is niets aan te doen, zoals gij ziet, drink dus een borrel bij een passend lied, daar schele Piet reeds met uw tenen trekt. Ja, oké, dames en heren. Nogmaals, voor opmerkingen, vragen, suggesties. Of als u denkt van ik vind die hele discussie erg interessant over die ronde kamer, zoals het heet, het voorstel, de Raad van 5000. Uw reacties graag e-mailen naar agora@kleurnet.nl. En ik zie u de volgende week weer. Dank u wel.